Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. Vandaag ben ik nog steeds wat grieperig, dus ik maak me gemakkelijk af door nog een verhaal over grenzen te doen. Ik heb echter geen kort verhaal beschikbaar, dus deze gaat in twee delen. Vandaag deel 1, morgen het tweede. Het gaat vandaag over het interessante verhaal van twee stukken grond in Cuba en bij Haiti. Beide worden op een of andere manier betwist. Guantanamo Bay en Navassa Island. Guantanamo Bay is in het recente verleden voornamelijk bekend vanwege de detentie daar van gedetineerden, zogenaamde geïnterneerden die gevangen werden genomen tijdens de oorlog tegen het Taliban-regime in Afghanistan. Guantanamo Bay is niet een afzonderlijk land, maar wat de meeste mensen niet weten, is dat het feitelijk ook geen deel uitmaakt van de Verenigde Staten. Guantanamo Bay is een grote natuurlijke haven die onderdeel is van de staat Cuba. Sinds 1903 echter heeft de VS de territoriale controle over een gebied van de baai van 116 vierkante kilometer, ongeveer 46 vierkante mijl. Die controle over het gebied werd geregeld in het Cubaans-Amerikaanse verdrag van hetzelfde jaar, 1903. Het verdrag regelde dat de VS door het huren van de haven de totale jurisdictie en controle over het havengebied zou krijgen. Het havengebied is ingesloten door de omliggende heuvels, terwijl Cuba wel de uiteindelijke soevereiniteit over het gebied behoudt. Dat wil dus zeggen, het hoort bij Cuba, maar juridisch wordt het door de VS bestuurd. De huur of de lease van het gebied werd geregeld op basis van het al wat oudere concept van het zogenaamde 99-jaren lease. De 99-jaren lease, waarbij 99 jaar niet letterlijk moet worden genomen, betekent slechts dat het langer is dan een mensenleven. Het is een constructie die vaker voor dit soort dingen wordt gebruikt. In het geval van Hongkong, waar dit bijvoorbeeld ook gebeurde, nam China die 99 jaar echter wel letterlijk. En omdat het Verenigd Koninkrijk daar toen uiteindelijk mee instemde, kwam daarmee in 1997 een einde aan het beheer van het Verenigd Koninkrijk over deze kroonkolonie. In het geval van Guantanamo Bay regelde een herbevestigend bedrag in 1934 echter de verlenging van het gebruik van het gebied onder dezelfde voorwaarden door de VS zonder verdere einddatum. Volgens de voorwaarden van het verdrag echter mag het gebied alleen gebruikt worden voor het laden van kool en voor de marinebasis, niet voor commerciële doeleinden. Op de marinebasis is echter de laatste decennia ruimte verhuurd aan McDonald's, een restaurant uit de Subway-keten en een gecombineerde KFC en A&W en verder een Pizza Hut en een Windjammer-restaurant. Door een aantal partijen, waaronder geleerden in het internationale recht uit de VS, wordt daarom gesteld dat het laten opereren van deze enige fastfood-restaurants op Cubaans grondgebied een overtreding is van de oorspronkelijke verdragsregels. Het hadden de eigen keukens van de basis moeten zijn die het eten voor de manschappen verzorgden. Het niet voldoen aan de regels, zo regelt het verdrag, houdt in dat het verdrag zal worden beëindigd. Het is echter niet waarschijnlijk dat de VS hierom uiteindelijk straks het gebied gaan verlaten. Een historisch interessante kwestie vond plaats toen in 1959 Fidel Castro met zijn aanhangers de kapitalistische dictator Batista van het eiland verdreven en zelf de macht in handen namen. Volgens het verdrag van 1934 moet aan Cubaanse handelsschepen de vrije passage door de baai worden verleend. Dat is het noordelijk deel van Guantanamo Bay en dat is gewoon in Cubaanse handen. Verder moet het leasebedrag van $2000 in gouden munten jaarlijks aan Cuba worden voldaan. Echter, het was alleen de eerste cheque ten tijde van het Castro-bewind die daadwerkelijk geïnd werd. Waarschijnlijk was dit op basis van een fout gemaakt in de chaotische nasleep van de revolutie. De Amerikanen zien echter in deze betaling de erkenning door het regime van de geldigheid van het verdrag. Alle cheques die sindsdien zijn binnengekomen, die overigens zijn uitgeschreven aan de sinds de revolutie niet meer bestaande Thesaurier-generaal van de Republiek, liggen naar verluid nog altijd ongeïnd weggepropt in een la op de werkkamer van de aanvoerder van de revolutie. Ja, ik schreef dit toen de man nog leefde. Inmiddels weet ik niet wat er met de cheques gebeurd is. Na de Cubaanse revolutie werd in eerste instantie alle autoverkeer naar de basis verboden. Cubaanse werknemers die hun baan hadden zijn echter ook daarna gewoon blijven werken op de Amerikaanse marinebasis. In de jaren 70 werd het de Cubanen helemaal verboden om nog hun werk op de basis te hebben. Dit verbod was echter niet van toepassing op de mensen die er al een baan hadden. Het is bekend dat er rond 2006 nog altijd twee oudere Cubaanse werknemers dagelijks hun gang door de poorten vanuit Cuba naar hun werk op de Amerikaanse basis maakten. Voor de tekst van deze bijdrage zijn op het moment dat de tekst geschreven is diverse bronnen gebruikt, waaronder Wikipedia en het US Department of Defense. Ja, deze hele tekst is door mij geschreven in 2010. Daily Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0. Daily Minutes PS is te vinden op internet, maar is ook elke avond rond 7 uur te beluisteren op de middengolfzender Radio Theepot, die uitzendt vanuit Gasselt en Nijveen op 918 kHz. En denk eraan, als je gaat solderen, dat je de walm niet echt inademt.